Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben de Verdekkers en ik ben live op TikTok op dit moment, dus ik zal denk ik heel erg rood worden. Hij is onzichtbaar? Hoezo dat dan? Ja, er wordt nog steeds gevraagd na 1 jaar, waar is Vince? In zijn velletje. Maar we zien elkaar reus nog wel hoor. Niet meer zo extreem vaak als in het begin of zo. Jeetje. En dan zegt iemand een totale vreemde heel lekker ding. Nou ja, het zal me reet roesten. ik heb geen zin in relaties met iemand voorlopig. Maar goedemorgen allemaal. Ik ga straks nou ook nog na mijn werk naar een verjaardag toe. Hoe vind je die? En ik was een liedje aan het luisteren van Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Oké, ja. Die hele jongen, nee, te veel tatoeages. Deze vlog wordt mede mogelijk gemaakt door Canon International. Serieus. Geweldig. Wel een goede cinnamon roll. Goeiemorgen. Hallo vloggers. Nou, ik denk dat je dan 2 G's erbij moet doen, Chris. Nu staat er vloggers. Maakt niet uit. En deze vlog komt over een maand. Dat duurt nog even. Ja. Dat duurt echt nog eventjes. En het is vandaag 3 september, dus het gaat hard. Op maandag vlog ik eigenlijk niet. Soms wel, maar niet altijd. Don't ask me why, ik weet echt niet waarom. Maar volgens mij ben ik dan te moe of zo daarvoor. Plakgeblak. Vet sneeuwpet. Oh nee, Fred sneeuwpet. Oh mijn god, ik kan geen Nederlands meer. Fred sneeuwpet, hè? Ik kan Nederlands hoor. Jee, het is gelukt. Goedemorgen allemaal. Zo, daar gaat die 3, 2, 1. Ja? Oké. Okay. Ik heb nog steeds ratjes, en, maar geen muizen, hoop ik. Het ochtendgoeie smoes. Oh god. Goedemorgen. Wish you well. Hoe zwaar heb je hem gezet eigenlijk? 30. 30? Harder dan dat kan je niet. Nou, dat lijkt me ook maar beter van niet, nee. Nou ja, je spieren komen wel in de bos. Dat geloof ik graag. Jongens en meisjes, dit is dus een massagegun die ik alleen heb gekregen van Jeannette waar ik toen laat was. Ik geloof alleen wel dat die sneller leeg gaat daardoor. Want hij is nu op 90%. Hij was al 90%. Oh, raar. Hij was nog, toen ik hem gebruikte, 99. Hij gaat niet zo snel leeg, hoor. En hoe vind je hem verder, dat ding werken? Ik kan geen Nederlands meer. Dat is een professioneel ding, hè? Laat de cijfers eens zien op dat ding. 30, 80, 90. Hij gaat van 80 naar 90, dus ik weet niet wat hij heeft. Hij gaat heel lang mee, kan ik je vertellen. Nou, Sennel heeft net dat ding bij mijn kuiten gedaan en mijn kuiten voelen een stuk losser. Ja, ik moet vaker een massageapparaat of zo gebruiken op mijn benen. Okay. Wat doe jij nou weer? Maar ik heb ook last van mijn kuit. Oké. Spierpijn daar. Oh ja, je bent getrapt daar, ja. Sennel is een beetje mishandeld laatst. Dat is ook niet echt heel prettig. Mag ik dat zeggen of zeg je het liever zelf in een vlog? Liever niet. Maar niet. Oké. Okay. Ik hoef het niet zo te zeggen. Alleen, nou, dat trapt tegen zijn kuit aan gehad. Heel gezellig. Dus nu kijken of dit werkt. Op 30. Ja, tuurlijk. En we wachten nog op iemand. Dat is een bekende Finch. Nou, als dit helpt, ik ben benieuwd. Ik word gebeld. Dit is het nummer dat mij belt. Ik geloof echt niet dat dat schagen was hoor, dit. Oh, nee. Nee, ik geloof echt niet dat dat schagen was, dat nummer. Nee, dat was geen schagen. Waarom belde ik terug eigenlijk? Even kijken hoor. Plus 31 224 72 463. Nee, dat kan echt niet schagen zijn hoor. Of wel? Weet ik niet. Geen schagen. Het kan ook een vals nummer zijn, hè? Ja, dat denk ik ook. Dus ik snap niet dat ze mij gaan bellen. Maar ja, oké, okay, veel plezier met dat bom bellen. Even kijken, oké. Okay. Oh, Robert heeft wat gezegd. Ik zal zo eventjes luisteren. Dat doe ik nu wel eventjes. Dus tot later weer. Even kijken ze. Hallo.
De trams zijn veranderd toch in Amsterdam, Chana? Oh, ratjes, hoop joh. Ratjes! Ja, oké, okay, dit is vervelend. Ik heb die vlog aan nou trouwens. En hallo Vinci, lekker gegeten. Ja, dat is lekker. Tapioppie. Ook al was de pasta een beetje aangebrand en had ik het iets te lang gekookt. Ik was live op TikTok samen met Sanal in de keuken. En als het lukt, komt die zo meteen online en dan kunnen jullie de beelden zien en dan kunnen jullie heel erg lachen. Maar ja, het was wel grappig. Ik moet eigenlijk op mijn andere telefoon kijken of het terug te zien is. En ik begin een beetje verkouden te worden. Dat vind ik heel vervelend. Dus kijken of ik iets kan vinden hier, zodat ik hier heb liggen. Ja, yeah, potters. Dus kijken, ga ik dat eventjes innemen, zo eentje. Soms helpt het of zo. Ik heb geen idee. Ik heb het al een jaar liggen hier of zo. Oh, je wilt eruit. Ik ga gewoon naar Centraal en pak daar gewoon een 13. Zoals vanmiddag. Ah, joh, ik zou gewoon met de metro gaan. Dat ligt erbij. Ja. Ja, maar je moet in Zuid ook weer overstappen, omdat er weer met de metro werkzaamheden zijn. Dus ik word er echt... Ja, ik pak wel gewoon zoals vanmiddag de metro naar Centraal. Loop ik op Centraal gelijk naar de 13. Ja, zo kan het ook. Je rijdt in ieder geval wel op mijn bestemming. Dus het is... Nou, kijk eens dames en heren, ik heb ze witlof gegeven. Nu hou ik er vandoor. Lekker hè? Steekje maken. Ja, is het lekker? Ja. Ja. De weekend oh. Dus. Nee, je gaat naar thuis. Hallo. Ja, is de camera. We zagen al dat het een reden gaat. Is dat, Ik kom wel even een keer door de wees naar jou toe. Ja. 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 Dag meiden. Nee, is goed. Hey, later. Hè. Later. Hey. Nee, niet. Oh, ze schrikken voor wat jij deed, Channel. Ja. Schrikken hebben jullie slecht geweten. Nou, lief zijn voor mijn kindjes. Ja. Nee, ik ga er vandoor. Is goed. Is goed. Tot een volgende keer, Bax. Later. Tot later. Tot later. Doe voorzichtig en app als je thuis bent. Ja. Wel doen, hè? Ja, doe ik. Goed zo. Doei. Dat is juist fijn. Dat is goed, hè, zo. Ja, dank je. Doei. Hoi. En niet naar vreemde vrouw kijken. Hè? Vreemde vrouw kijken. Doe het nooit. Doe het nooit. Ja, dat was. Zo. En hallo Vince, die straks opgehaald wordt. Hallo. Je hebt Charizard op de grond gepleurd. Ja. Ik niet. Vang. Gotta catch them all, Pokémon! Charizard, ik kies jou, bam! Oh, nek gebroken. Nee, hij heeft meer zijn vleugel gebroken. Hoe gaat-ie? Wat zegt u? Hoe gaat-ie? Een beetje gevoel van verkouden worden. Is ook zo shit. Hè? Zijn Nest left the building. Ja, maar was te horen, ja. Die deur ging hard dicht. Hé, nou, wij gaan even tv kijken of zo, weet ik veel. Jammer dat de taxi nu later nog gaat, hoor. Jammer. Ah, nou ja. Nou, drink je drink op. Je veel plezier. Goedemorgen. Nou, je hoorde denk ik wel een beetje aan mijn stem, of niet? Flink verkouden. Jee. Ik ga toch eventjes naar buiten. Ik ben niet naar werk gegaan. Want dan heb ik het weer koud, dan weer warm. En flinke oorpijn of zo. Oor aan de buitenkant of zo. Pijn aan mijn oren. Overal pijn. Dus het is weer eventjes goed bezig. Misschien komt het ook door die hoofdpijn afgelopen maandag. Beetje kwakkelen deze zomer. Jee. Maar ik ben tenminste wel aan de betere hand soort van. Ik heb een beetje keelpijn. Mijn neus zit een beetje dicht aan de ene kant. Deze kant zit hij dicht, joh. Ja. En ik voel me heel erg moe. Dan heb ik het ook weer heel erg heet. Dan zit ik me kapot te zweten van niet in Tokio. Dus ik ga eventjes naar de winkel toe. Daar ben ik mijn haar aan het kammen. Even neuspray halen voor als het echt erg wordt, mijn neus. Zakdoekjes halen. Moet ik wel onthouden dat ik dat wil halen.
Wat wilde ik nog meer halen? Ik wilde nog iets halen. Oh ja, kippenpastilles. Lijkt me ook heel handig om te doen. Maar moet ik wel even mijn tas vinden. Die ligt niet hier. Die hier dan. Ja, hier. Oké, dan kan ik even naar de winkel toe. Zal ik met jas gaan of zonder? Want volgens mij is het nog niet zo heel erg warm buiten. Nou, het maakt niet uit. Het is nu 20 graden. Het dag, ik krijg niet met de jas aan. Ja, dan vraagt iemand wat aan mij, maar goed, daar geef ik zo wel antwoord op. Ik heb ook een beetje verhoging, dus ik doe lekker rustig aan. Ik denk dat je het ook wel aan mijn gezicht ziet. Morgen moet ik eigenlijk naar visio, dus ik zie wel hoe ik dat ga oplossen. Maar dat komt wel goed. Oh, staat er nu een vuilniswagen voor de deur? Shit, daar heb ik nu geen zin in. Zo, even een update van mij, deze dappere dodo. Wat is met mijn camera? Oké, hij ging niet eens open. Dat was raar. Maar goed, je hoorde het aan mijn stem. Mijn neus is een beetje dicht. En ik had de verkeerde neusspray gehaald. Want het is neusdruppels. Ik denk dat ik dat nog wel terug kan brengen naar de winkel en dan voor een nieuwe kar gaan. Ko is onderweg hierheen en hij denkt niet dat hij het voor 1:30 redt of zo. 1:30 heb ik mijn fysiotherapie. Ik ga gewoon heen. Ik heb gewoon echt flink wat paracetamol ingenomen. En ik voel het ook wel een beetje hier zo de luchtwegen nu. Ik denk dat er veel slijm zit. Maar ja, ik zie het dan wel. Ik vind het gewoon doorgaan. Maar ik denk dat meerdere mensen dat wel hebben. En ik zou het voor mezelf niet erg vinden als ik nou dat feest van mijn werk mis volgende week donderdag. Maar ik ga gewoon kijken hoe ik mijn maandag voel. En dan anders, als het echt niet gaat, dan blijf ik gewoon thuis. Maar de griep moet nooit zo lang duren, geloof ik. De nasleep is alleen heel irritant. En dan gaan we eventjes kijken bij de rattendames. Ze hebben weer een flinke troep gemaakt hier. Hey, ik had nog zo gezegd niet vies maken hier, dames. Dat is niet aardig. Nee. Jullie zijn lief. Jij ook hoor, Ruby. Jij ook. Oh. Nou, ik probeer hem open te maken, maar het lukt niet echt met één hand. Nou, zo. Oké, nou lukt het wel. Zo, hallo meiden. Ja, hallo. Oh, hallo. Hallo. Joehoe. 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 Hi. Ja, wat is je dan? Ja, dit. Nou, Ruby is een beetje een andere kleur nu bij haar gezicht. Ik denk ouderdom, ik weet niet zeker. Maar het gaat de laatste tijd goed met haar. Ze stikt niet meer in de eten, daar ben ik al heel blij om. Niet mees? Ja, je stikt niet meer in je eten, daar ben ik blij om. En ik zou deze week, of dit weekend met mijn buurmeisje Aida ergens naartoe gaan. Enige nadeel is met me zo voelen en dan naar een evenement gaan, lijkt me niet zo'n heel handig idee. Want het heet, even kijken, het is een festiviteit in Oost. Beleef Oost, zeg maar. Maar ik denk dat ik afzwaai voor dat gebeuren nu. Het is ieder jaar, maar beleef 7 september 24 uur Oost. En dat is dit. Ik denk dat ik dat niet ga doen. Want het is best een heel pakketje aan activiteiten. Deze kant zit er dan helemaal vol met activiteiten en deze kant ook. Die kant zat niet vol met activiteiten, dat zie je alleen hoe groot Oost is. Nou ja, dit is dan wat je kan doen en zo. Levenslang Amsterdam, dat is een Watergraafsmeer, Oosterparkbuurt, Oostelijk Havengebied, Zeeburgereiland, Eiburg. Dapperbuurt, een Indische buurt, eigenlijk van alles en nog wat bij elkaar. Het is druk zoiets. En aangezien ik nu nogal grieperig ben en me niet helemaal op een top voel. Ja, oké, ik ga nu wel naar fysiotherapie. Dat vind ik wel belangrijker even dan dit, zeg maar. Maar dan vind ik het toch wel eventjes een nadenken van, zal ik het wel of niet doen? En ik heb nu gekozen om het niet te doen, omdat ik het hier bij mijn luchtweg gevoel en ik dat lopen dan echt van gemeten red daar naartoe. Met al die dingetjes en zo. En ja, pijnstillers blijven nemen is niet altijd denderend tijdens een evenement.
Ja, het komt wel goed. Het is alleen netjes lastig. Ik wacht nu even op Go. Ik kan op mijn telefoon volgen waar die is. Dat heet de Live 360 app. En dan kun je hem volgen. Ik geloof... Hij is vlakbij... Waarom gaat hij midden in de stad rijden? Hij is vlakbij... Sorry, Vondelpark. Helemaal daar. Maar waarom ga je dan binnendoor? Dat is niet te doen in Amsterdam. Amsterdam binnendoor rijden is echt niet te doen. Dat is zo'n crime, vind ik. Dat is echt niet te doen. Nou ja. Ik ga eventjes afwachten of die op tijd hier is. Want ik moet om 15:15 ongeveer weglopen. Het is nu 11:15. Dus ik ben benieuwd. Hij moet ook nog met de metro reizen. Dus ja. En ik moest ook mijn ambulante begeleiding afzeggen omdat ik griep heb. Ik wil haar niet aansteken. Of ja, ze willen dan juist zorgen. Maar ik heb dan even geen behoefte aan die zorg op dat moment. En ja, ik ben gewoon een beetje moeilijk deze dag. Hey. Ik ben echt heel moeilijk nu. Maar ja, ik moet niet zo zeiken. Dag! Nou, Co is geweest. En zoals je hoort, mijn stem is een beetje weggegaan of zo. Nou, ik ben bij fysio ook geweest. En Co heeft dat niet gered. Maar mijn fysio gaat weg binnenkort. Dus ik moet naar een nieuwe toe. Want de huurder heeft de huur opgezegd. Plotseling. Dus dat is niet zo leuk voor haar. En ik heb hier nu mijn ventilator aan staan. En zoals je hoort, ik moet mijn stem zoeken. Deze fysio die ik nu heb, die gaat begin oktober weg. Dus dan is deze vlog al online, zeg maar. Dan duurt een maand of zo. Iets in die trant. En ja, ik heb een massage gehad bij mijn fysiotherapeut. Ze voelde dat de spieren echt heel goed vastzitten. Nog logisch, dat hoort ook bij spieren. Maar het zat een beetje een soort knoopjes erin, zeg maar. En dat is hij even losgemaakt. Ook bij mijn kuiten, het zat helemaal vast en het deed pijn. En soms moet het eventjes losgemaakt worden. Dus nu ben ik de radio's aan het vervelen. Hé meiden, willen jullie eten? Jullie willen eten? Hallo, jullie willen eten? Hé? Ja, jullie willen eten. Ik ga eten geven aan jullie. Ja, ja, ja. Goedemorgen. Nou, zo, hallo, mijn stem. Oké. het is nu 8 augustus. Nee? 8 september, excuseer, 8 september. Jemig, ik ben in de war met de maanden, geloof ik. Oh. Gisteren niet gevlogd en vrijdag ook haast niet. Ja, mede omdat ik me niet zo lekker voelde. Ik ben nu nog een klein beetje moe, maar dat is mijn eigen schuld. Ik ging om 2:30 slapen of zo. We hadden het ietsje te gezellig op TikTok live. En dan raakt deze dodo overprikkeld. Nou, ik ben net klaar met mijn vlog editen van het dagje Delft, toen we daar waren. En ja, en het is nu eigenlijk zo goed als zeker, ja ja, dat ik naar Canada ga. Ik hoop even liever dat ik met iemand samen ga. Maar hij vindt het ook wel weer heel dapper van mij dat ik alleen ga deze keer, ja ja. En ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om te proberen en zo, dus ja, gewoon echt... Leren om te reizen zo op die manier. Er zijn mensen die het geweldig vinden in een eentje reizen. Terwijl ik zo'n gezelligheidspersoon ben en het wel leuk vind om met iemand samen te gaan. Maar ja, je kan niet alles hebben. Niet iedereen kan of zo, zeg maar. En er zijn wel mensen die mee willen, maar dan niet de middelen hebben om echt te kunnen gaan. En dat is jammer, maar wie weet voor volgende keer dat het wel lukt. Even kijken, ja. Zoals je hoort, ik voel me al een stukje beter. Ik heb best wel veel Saridon ingenomen. Ik ga straks ook mijn haar wassen, want het ziet er niet meer uit, mijn haar. Het is heel vettig en vies. Dus dat ga ik straks eventjes wassen, maar even alles in de wasmachine gooien. Want de wasmachine mag ook wel eventjes gaan draaien vandaag. Het wordt iets van 21 of 22 graden. Ik weet niet of het nou gaat regenen vandaag. Maar dat zie ik dan wel. De wasrek ga ik binnenzetten, want het zou deze week gaan regenen, een nieuwe week. Daar heb ik niet zo heel veel zin in. En ik ga eventjes even kijken. Iets uit de vriezer halen qua eten voor vanavond. Nou, ik zit te denken aan deze hamburgertjes. Even een hamburgertje doe ik een... hoe heet het spul ook weer? De naam ervan kwijt. Ik heb het wel hier liggen. Als hij nog goed is. Cheddar cheese.
Oh, tot 14 oktober is hij goed. Dan is het goed, jongens. Dan is het goed. En ik heb gisteren weer een beetje veel knoflook gesneden. Dus dat zit weer hierin. Ja. Fantastisch. En ik ga zo meteen eventjes lekker eventjes eten. Dat heb ik lang niet gehad dat ik wilde eten. En ik zie dat de camera ding niet echt heel goed meer omhoog gaat. Zo, omhoog. Oké, nu wel. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig over alles en nog wat. Maar ja, ik ga denk ik ook eventjes lekker buiten lopen vandaag. Nadat ik gedoucht heb en zo. Dus dat mag ook gebeuren. En ik sluit mezelf dan een beetje op als ik me niet goed voel. En ik heb Sims 3 gespeeld. Dus als ik eventjes buiten ben geweest en ik heb het gefilmd, dan zien jullie het. Laat ik weer een stukje Amsterdam zien. En dit lieve ratje. Hallo lieverd. Ja. Hi, hallo. Goedemorgen. Waar je eventjes aandacht? Waar je eventjes aandacht? Ja, je wou eventjes aandacht, hè? Ja. Ik weet nou niet of dat Cisco of Icy is. Ik herken ze niet altijd. Ja, Basie? Ja, maar ik denk dat jij Cisco bent. Ik weet niet eens zeker, eigenlijk. Ruby. Hey, Pepper. Hi, schatjes. Hoe gaat het ermee? Hi. Oh, ga je nou weer verstoppen? Nou, lekker slapen dan, hoor. Zo. Zo. Ja, echt veel saridon ingenomen. Tegen de koorts ook iedere keer. En dat is echt niet leuk, hoor. Dat ziek zijn. Dat snapt iedereen wel. Ik heb tijdens het editen trouwens ook van de vlog van Delft zo zitten lachen gewoon. En er moesten ook wel wat stukjes uitgehaald worden. Het is gewoon heel grappig geworden. Ik zou zeggen, kijk nog eens naar die vlog. Ik moet nog een naam bedenken. Maar als ik de naam weet, dan zien jullie het wel op YouTube. Maar ja, die vlog is dan al eventjes oud weer. Maar het is heel erg leuk. En ja, ik ben gewoon een beetje enthousiast nu. Oké, chill.